Het Warzone-event komt steeds dichterbij. Op 21 april om 9 uur in de avond kunnen spelers een game joinen om het event bij te wonen. We weten nog niet precies wat er tijdens het event gaat gebeuren, maar de game is zichzelf al aan het voorbereiden. Eerder liepen er zombies over de map die je neer kon schieten voor extra items en andere loot, en nu kunnen spelers zelf in zombies veranderen. Ik leg je uit hoe je dit kunt doen en wat je allemaal krijgt als zombie. Mocht je deze video nuttig vinden, laat dan even een like achter. Zombies zijn dé plaag van Warzone de afgelopen weken en nu kun jij onderdeel worden van de chaos. Met de nieuwste update is namelijk de optie toegevoegd om in een zombie te veranderen, maar deze is niet zo voor de hand liggend als je zou denken. Ik leg je uit hoe het precies werkt. Op dit moment zijn er twee grote cirkels op de map te zien bij Shipwreck en Prison. Twee locaties waar eerder ook al zombies waren. Als je eenmaal aankomt bij de locaties, zie je dat er een soort groen gas is, wat mij doet denken aan de Upside Down in Stranger Things. Als je het gas betreedt, dan zie je direct dat je hele scherm groen kleurt en dat betekent dat je goed zit. Je levensbalk zal langzaam leeglopen door het gas, waarna je op de grond valt en ook dan moet je de balk leeg laten lopen. Let op, je moet doodgaan door het gas. Als je doodgaat in de gebieden door een wapen, dan word je gewoon naar de gulag gestuurd. Als je doodgaat door het gas, dan zal je zien dat je terugkomt als een zombie en je beeld een paarse gloed krijgt. Nu begint het leuke deel. Als zombie kun je ontzettend ver springen en dus ook snel scouten voor je teamleden om te zien waar tegenstanders zitten. Tegenstanders hebben ook een paarse gloed, zodat je ze goed kunt spotten. Het kan dus best handig zijn om één iemand in je party in een zombie te laten veranderen, terwijl de rest normaal speelt. Als zombie kun je natuurlijk slaan, maar je krijgt ook een gasgranaat die langzaam damage doet en een EMP om de tegenstanders hun elektronica te verstoren. Eerlijk toegegeven zijn deze waarschijnlijk lastig te gebruiken, want je hebt geen armor als zombie en je zal een makkelijke prooi zijn voor je tegenstanders, want met een paar kogels ben je namelijk al dood. Ondanks dat is het tof dat dit in de game zit en het maakt mij alleen maar meer hyped voor het evenement volgende week. Mocht je nog vragen hebben, mag je dat laten weten in de comments en dan probeer ik die te beantwoorden. Ik ga nog even Warzone induiken om te kijken of ik wat kills kan pakken als een zombie. Wil je nou meer gaming nieuws in je feed? Vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal, want we proberen je zo vaak mogelijk het belangrijkste games, films en serie nieuws te brengen. Een link naar al onze socials vind je in de beschrijving, met ook een link naar onze podcast die we elke dinsdag uitzenden en vervolgens plaatsen op Spotify. Ik wil je bedanken voor het kijken en hoop je de volgende video weer te zien.